Oké, welkom bij de nieuwe video. We zitten weer op het water van 2,5 hectare. Ik heb hier de Nicola mee. Hallo. En de Rob komt er straks nog aan. En hopelijk kunnen we nog wat vis vangen. Ik zie het ook wel zitten. We hebben al een paar beten gehad, maar niet kunnen filmen. En voor de rest, ja, gaan we nog zien hoe het zit. Hè. En ik heb wel veel vertrouwen in. Dus we zien u bij de volgende vis. Ja, ik heb de vis gevangen op een één exclusief bait. Een Scopex. Scopex. Heeft een klein wondje, echt een prachtige vis. Ik heb er lang aan bezig geweest om hem binnen te krijgen. Maar ik ben er echt wel blij gezien. En we zetten hem terug. En hij weegt 11 kilo en half. Oké, Rob heeft een vis. Ineens, niks zijn naam weet. Het ging wel super rap. Rob, moet nu iets zeggen? Ik was een beetje later gekomen. Ik ben weg geweest. Naar de winkel. En toch nog een beet kunnen krijgen om dat kan blad. Dat zullen we nog zien. Ik hoop natuurlijk van wel. En tot ziens. Oké. Ik was dus wat later aangekomen. Toch nog een visje kunnen vangen. Vlot een weegt, dat weet ik niet. Hij is niet zo groot dat ik dat ga wegen. Wel een super mooie vis. Ik ben er kei blij mee. En hij mag terug. Oké. Max heeft beet. Op het laatste moment, wanneer ik wil gaan opruimen, ik had al één stok juist binnengedraaid, van ineens de andere eraf. Ik ben wel super content hiermee. Ik had niet verwacht dat ik een beetje. Maar we komen direct bij jullie terug, want het regent en dat is niet zo goed voor de camera. Yo. Ik heb een vis gevangen, 9 kilo. Super hard getrokken. Ik had hem gewoon met een boelie gevangen, meer niet. Ook niet een speciaal flavor aan. 15 boelies gevoerd. Super mooie vis. Daar ben ik blij mee. Juist op het laatste moment van de dag dat ik juist mijn stokken wil gaan binnenhalen. Zijn papa hier om hem te komen afhalen? En dan mag terug, hè? Mag terug. Oké, dit is het einde van de video. We hebben alle drie een vis gevangen. Nicola had de grootste, 11 kilo en half. Ik had er een van 9 en Rob had er een van 3 of 4. Maar het was wel een super mooie. Het was wel een mooie vis. We hopen dat jullie van de video genoten hebben. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer. En tot later. Tot later.